Deze beschouwing, die gaat over de theorie achter de samensweringen. Of ja, nou, ik ga nog een beetje spijkeren aan een mooie titel. Het wordt in ieder geval iets met theorie en samenswering. Ja, het is zo actueel, hè, dat samensweringsgedoe. Dat... Een beetje theoretische onderbouwing in mijn beschouwing. Dat kan geen kwaad voor de gemiddelde Nederlander. En degene die hartstochtelijk proberen om Nederlander te worden. Zoals Irakezen, Syriërs, Koerden. Angolezen, Kenianen, Roemeniërs, Bulgaren, Polen, Marokkanen, Libiërs. En elke buitenlandse groep die ik vergeten ben. <laughs> ja, het is er wat. Hè? Iedereen wil Nederlander worden. Ja. Ja, dat hoort allemaal bij de theorie achter de samensfering En vooral ook voor die mensen die van buiten komen, die dus heel graag Nederlander willen worden. Die ga ik dus uitleggen waarom ze dat zo graag willen. Daar hebben ze een hele goede reden voor. Maar voordat ik echt van start ga, ja, ik heb dus hier een pot met thee van heb ik jou daar. Dus misschien dat jij denkt van, oh, maar daar heb ik ook zin in? Nou, dan is nu het moment om even op de pauze-button te drukken. Druk! En dan ga je lekker rustig thee zetten. Ja, maar dat kost allemaal CO2 hoor, uh, thee. Ja, niet zo zeuren, thee zetten. Homo. Ah, oh, dat mag je niet zeggen, Peri. Jawel, ik bedoel homo-ignorantius. Dat betekent uh, uh, drop-lul. Ja, dat mag je ook niet zeggen. Ah, oké, okay. drop-kut dan. <laughs> Kortom, ik heb er weer reuze zin in. Nou, jij bent terug van t zetten. En het andere is, ik uh, maak een kort reclamemoment. Voor het geweldige CO2-experiment. Wat steeds meer handen en voeten begint te krijgen. Vanaf nu kan ik jullie elke keer, denk ik, op de hoogte gaan houden van de vorderingen. Want wat is er allemaal gebeurd? Uh, twee mensen hebben zich aangemeld. En die gaan meedoen het. En ik heb hier contact opgenomen met Radio Piet hier in Arnhem. Maak ik ook even reclame voor elektronica-zaak. En die hebben veel verstand van elektronica natuurlijk, maar ook van computers met elektronica. En daar gevraagd uh, of zij kunnen helpen met het opzetten van een digitaal dataloggingsysteem. Maar nou, een hele mond vol natuurlijk. Maar we moeten tijdens dat experiment moeten we zes temperatuursensoren en twee koolstofdioxide sensoren. Iedere minuut, ieder kwartier, ieder uur, we weten nog niet precies, maar ieder tijdsmoment, vaste momenten, moeten daarvan de acht waarden worden uitgelezen. Een dus zesde temperatuurwaarde en twee CO2-waarden. En de CO2-waarde in ppm is denk ik het makkelijkste. Dat maakt natuurlijk niet veel uit, ppm of percentages, procenten, dat kan ook goed. Nou, die hebben mij doorverwezen naar een club en die heet uh, Hacker 42. Hacker42. Hacker42.nl. En die heb ik dan vandaag gemaild. Dus uh, Daar wacht ik nog even op antwoord. En ik heb alvast contact opgenomen met een firma. Kijk hoor, dat is de firma ICISTech. Oh, dit is. I nee. ISTEC International BV. En die zitten in Lissen. En daarvan heb ik reactie gekregen van. Uh, Kok van Luik. Mijn naam is. Kok van der Laak. Oh, die had uh, duidelijk. Zijn vrouw heette Kok. Ja, maar dit is dan wel een jongen die heet Kok. K-O-K. -K. Ik neem aan dat het een jongen is, maar. Um, en die vraagt. Uh, wat meer uh, ja, duidelijkheid. Ja, die, die, heb, die leveren namelijk temperatuursensoren. Dus die heeft mij een mailtje teruggestuurd. En gezegd: Nou, je, voordat ik kan vertellen wat ze gaan kosten, wil ik wat meer weten over wat je nou precies nodig hebt. Ja, ik ben ook helemaal nieuw in deze business hoor. Ik weet, ik heb het gezien op YouTube. Maar dat was een Amerikaan. En die heeft een CO2-meter gemaakt met een bananapai. Nou, dat is precies wat ik wil. Een banana Pie, voor jouw info, dat is een single board computer. Dat zijn computers die worden gemaakt met de chips... die bij miljoenen worden, gaan die over de toonbank in mobiele telefoons. Nou, een mobiele telefoon, die, dat, dat is een volledige chip, man. ARM of zo, een arm zit erin. Ja, en dan zo'n chipje, ja, zo'n telefoontje, ja, dat kost geen rol. En dat hebben ze voor het hobbycircuit... Koop je dan zo'n printplaatje. Het zegt niet meer dan een printplaatje. Met zo'n chip erop. En wat snacksnack eromheen voor USB-aansluitingen en HDMI en uh, wat zit er meer op? Sata. Zit er ook op? Kan je een harde schijf op aansluiten? Hey, ik moet ook zo'n ding hebben. Ik ga er eentje kopen. Ik heb er een, ik heb een, uh, een leuke, maar die, die is kapot. Die <laughs> doet het helemaal niet meer. Dus daar moet ik even wat op gaan verzinnen. Anyway, uh, zo'n apparaatje, daar kan het dus mee. Maar dan heb je nog meer nodig, moet je ook een ADC hebben, analoog-digitaal converter, dat weet ik. Maar ik zou bij God niet weten hoe dat in elkaar zit. Sorry dat ik God zei voor alle atheisten onder ons. Ik zou bij Dotatus niet weten hoe dat in elkaar zit. Maar die meneer heeft ervan gereageerd. En ik heb hem netjes een mail teruggestuurd. Van hartstikke bedankt voor je snelle reactie. En ik ga mij verder verdiepen in de business. En ik hoop dat die jongens van Hakker uh, Huppeltje Pub. dat die uh, gaan reageren. Hak42.0. Nou, dat is voor het CO2-experiment. Want laten we eerlijk zijn. En dan komen we gelijk aan de theorie achter de samensweringen. Oh. Als er een samenswering is, eentje, hè? dat is de samenswering om iedereen angst aan te jagen met CO2. Dat is een samenswering. Nou, hoe werkt dat nou, samensweren? Nou, om te beginnen dan, hè? De, dit gaat puur theoretisch verhaal. Dus geen kletskoek, alleen maar theorie en feiten. Dus luister hier goed naar en dan kan je de volgende keer, als je weer eens op zo'n saaie verjaardag zit. Dan kan jij een paar leuke anekdotes de wereld in slingeren. Punt 1. De definitie van een samenswering. Wat is dat? Nou, van een samenswering is spraken als, dubbele punt. meerdere mensen. Dat is het eerste. Een samenswering betreft altijd meerdere mensen. Dus in je eentje. Kan je wel wat gaan van plan zijn. En je kan wel zeggen: ik had overleg met mezelf. Maar dat is geen samenzwering. Tenzij je last hebt van. Uh, hoe heet dat ook alweer? Dat uh, je psychotisch bent of zo. Meerdere persoonlijkheidstoornis of zo. O oh ja, schizofreen heet dat ook wel. Dan ben je schizofreen, man. Ja, dat gaat om meerdere mensen. En dat overleg dat moet plaatsvinden in het geheim. En dan dus hebben ze het, uh, de meerdere mensen. Dan de tweede is geheim overleg. En het de derde ding is dat het overleg het doel heeft, of had, om een misdrijf te begaan. Dus. Als jij met meerdere mensen in het geheim samenkomt om een surprise party te gaan organiseren, dan geldt dat niet als een samenswering. Maar het is voor de rest wel precies hetzelfde. En ik kan me voorstellen dat er mensen zijn, bijvoorbeeld mensen zoals ik, die stellen het helemaal niet op prijs dat er zoiets wordt geregeld. Dus er zijn ook mensen waarbij je dat echt niet moet doen. Een surprise party. Dus ik zou er stikstochgerijnig van kunnen worden. En ik ben Nou, ha, 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 ha. Oh, Het is maar de vraag of ik het leuk vind. Hè? Dus, en als je het nu aan mij zou vragen, Perry, ik hoorde jou op, de, op YouTube dan zeggen: van, Zullen we het er eentje voor je organiseren? Dan zeg ik nee. <laughs> Klaar. <laughs> ja, doe het beter met je tijd, man. Ja, ik ben al zo gelukkig en zo blij, dus. Uh, ik heb helemaal geen verrassingen meer nodig. En er is zeker niet al die mensen op bezoek. Oei, 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 oei. oei. En op een dag dat ik thuis kom. En doe ik zo niets vermoedend doe ik mijn deur open. En dan gaat het licht aan. En dan hallo! Dan zit mijn hele huis vol met mensen. Uh, het kan heel goed zijn dat ik me onmiddellijk omdraai en dat ik de deur uitloop. En dat ik beneden dat ik, dan ga ik weer naar de kroeg, ga ik weer beginnen met drinken. Dan zegt de barkeeper van: Wat? Wat ga jij doen? Ik zeg: Ja, ik ga weer suipen. En ik bel gelijk de politie op. Ik zeg: Ja, mijn woning zit vol met indringers. Even daar de M1 naartoe sturen en de boel opruimen. En dan bel ik een advocaat en wil ik een schadevergoeding. Voor... <laughs> nee, dat is overdreven, maar het is wel een grapje. Maar dat doet mij niet aan. Dat vind ik echt niet leuk. Nou, dus een samenswering is dat als er mensen in het geheim gaan overleggen. En wat ze gaan, het overleg wat ze gaan doen, dat behelst een misdrijf. Dan is er sprake van een samenswering. Er ja. nou, is niks nieuws aan onder de zon. Dit gebeurt altijd als er een misdrijf plaatsvindt, aangezien de meeste misdrijven door meerdere mensen gepleegd worden. Er zijn mensen die komen naar Nederland toe vanuit het buitenland. En uit dankbaarheid voor de gastvrijheid van Nederland dan gaan ze hier misdrijven plegen. Dat doen ze in clubjes. In de regel. Dus ik zou eens onderzoek naar moeten komen van hoe zit het met de verdeling van misdrijven. Maar ik denk de misdrijven... Die, vooral als het gaat om misdrijven die veel geld opleveren. waar je echt goed aan verdient. ja, er zijn meerdere mensen bij betrokken. Ik kan me niet voorstellen dat het merendeel uh, gedaan wordt door één persoon. Dat lijkt me uitermate onwaarschijnlijk. Maar ik heb geen gegevens erover. Hè? Nee, dus een samenswering is meestal als er een misdrijf plaatsvindt. Nou, en wat voor samensweringen zijn er geweest? En waarvan we dat weten? Nou, er is, de eerste die me zo te binnen schiet, dat is uh, het buskruidcomplot. Samenswering heet ook wel een complot, hè? Een complot of een samenswering, en dat is hetzelfde. Het buskruidcomplot. Op zijn. In Engels heet dat de Gunpowder Plot. En daar op Wikipedia daar vind je een gekuiste versie. van de Gunpowder Plot. waarin de rol van de katholieke kerk. helemaal buiten beeld wordt geplaatst. Dus dat je dat. nou ik kom er gelijk aan de samenswering dus. Hè. Als je nu naar Wiki gaat en je gaat zoeken op de Gunpowder Plot. dan vind je het verhaal van Guy Fawkes. Hè. En als je het verhaal niet kent, uh, Guy Fawkes is betrapt in de kelder van het parlementsgebouw van Engeland. in het jaar 1605. En hij was in die kelder aan het rommelen met iets van 30 vaten buskruid. En zijn intentie was om die buskruitvaten toestanden te laten exploderen. Uh, punt 1, als hij uit de kelder weg zou zijn. <laughs> dat was geen zelfmoordding, terrorist. Hij zou zich dan uit de voet hebben gemaakt. En het gebouw daarboven, dus het parlement, dat zou dan gevuld zijn met. Nou, het allerbelangrijkste was uh, King James. Koning Jacobus, op zijn Nederlands. De man die later uh, stik een stik beroemd zou worden met de publicatie van de eerste echte, onverdrote, ongeannoteerde recht voor zijn raap puur uit de scriptus receptus vertaalde King James Bijbel. Die Bijbel van 1611, dat is heden ten dagen nog steeds de Bijbel. Dat is meer dan 400 jaar hè. Is de, de autoriteit van de King James. Nou, er zijn mensen en die trekken hem in twijfel, maar die zijn uitermate verdeeld. Want de ene die heeft de nieuwe King James. En de andere heeft de standaard Engelse versie. En ook de, nou ga maar door. De standaard internationale versie. Hier in Nederland heb je de NBG-vertaling. Uit 1950 of zo. En je hebt de Groot Nieuws voor U-vertaling. En gaan we door. Nee, ik samen met Jurk Liesman en Michael en, en, en Jelmer, als hij je zich wat beter voelt. Wij houden ons aan de King James. En lezen de Statenvertaling. Die is in 1637 gepubliceerd, in, in Nederland natuurlijk. En ja, daarna helemaal niks. Ja, de Engelsen waren reus tevreden met hun King James Bijbel. En de Nederlanders waren reus tevreden met hun Staten Bijbel. Dus ja, dan kan je wel nieuwe Bijbels gaan uh, erbij verzinnen. Maar... En er zijn mensen die vinden dat nodig omdat in de Statenvertaling daar wordt. ja, oud, ja, verhoud. En, uh, Er staan woorden in die we heden ten dagen niet meer elke dag gebruiken. En ik denk, nou en? Uh, moet het Nederlands alsmaar veranderen? wat mij betreft, ik heb trouwens ook hier een statenvertaling. Die heb ik hier. En dat kostte echt niet veel geld. Ik heb een King James hier ook. Die was ongeveer dezelfde prijs en die is veel mooier qua uitvoering. Maar dat is ook logisch, omdat de King James... Ja, die wordt aan zo'n groot publiek verkocht... En ja, daar staat de vertaling alleen maar aan wat uh, gelovige mensen in Nederland, Zuid-Afrika en ja, waar nog meer, de Antillen of zo, Suriname. Heb het gehad? Kijk, en dit is niet niks, hè? Dus als je het hebt over de King James, als je het hebt over King James, dan denkt iemand die een beetje verstand heeft, die denkt onmiddellijk aan die Bijbel. En de Bijbel, even voor jouw info, dat is... Ik heb het laatst weer eens opgezocht. Ah, die, die is verkocht, jongen. Even kijken, oh, best verkochte boeken. Best verkochte boeken, en dan hier is het algemeen. Oké, ja, maar dat is dan... Ja, dat is alleen maar van Nederland. Kijk, we doen maar how many Bibles. Uh, je hebt nog lekker toch thee, toch? Ik ga hem even de tijd geven. How many Bibles are sold each year? Er zijn 100 miljoen gaan per jaar over de toonbank. Alsjeblieft. De Bijbel is dus... ...het meest verspreide... ...en het best verkochte boek... ...ter wereld. En... ...nou waren er... ...voordat koning Jacobus... ...met die Engelstalige versie kwam... ...waren er al andere vertalingen... ...die circuleerden. De Bijbel is... ...er is begonnen met de... Het oorspronkelijke werk, en dat was geschreven in drie talen. En dat is niet handig. Het Oude Testament stond in het Hebraeus en in het Aramees. Die talen zijn sterk verwant, maar het is niet handig. En het Nieuwe Testament staat in het Grieks. Kortom, dat is niet handy. En de katholieken, die hebben bij het concilie van Nicea. hebben ze die drie groepen teksten. Ja, die zijn bij het Concilie van Nicea van 325, zijn die teksten met name uitgekozen als dit is wat wij dan onze kanon noemen. Hè? Hier baseren wij ons geloof op. En die hebben die katholieken, die hebben dat vertaald in die machinale taal. Dat is een absoluut niet-natuurlijke taal, een onnatuurlijke taal, een soort computertaal. En, en dat noemen we Latijn. Nou, daar heb je niks aan. De Bijbel in het Latijn, dat is belachelijk. Er gaat echt elke essentie gaat verloren. Omdat Latijn, dat is een, een, een artificiële taal. Dus een, nou, misschien dat een robot het leuk vindt om Latijn te spreken tegen een andere robot. Dat zou kunnen. Maar we zijn er inmiddels achter dat de robots helemaal geen um, zin hebben in het maken van zinnen of zo. Robots die, die, ja, die communiceren met elkaar, met een taal als dus, uh, Java JavaScript, object, notation of zo. Dus op dat terrein heeft Latijn ook geen zin meer en voor de rest heb je er alleen maar last van gehad. Jammer dat ze het net ooit verzonnen hebben. Nou goed, er stond dus de inhoud van die, uh, die Hebraïose, Arameese en Griekse geschriften. Die stond dus vertaald in het Latijn. En de katholieke kerk had daar een heel groot copyright even op gedonderd. Dat het niet de bedoeling was dat een ander dit zou gaan lezen. Nou, de katholieke kerk is een misdadige organisatie. De oudste. De, dat is gelijk de crux van het hele verhaal. Als je het hebt over samensweringen door de eeuwen heen. Dan is de grote samenswering die vind je in de krochten van het Vaticaan al sinds het begin. Punt. Nou, het Vaticaan had dus die uh, religieuze geschriften in beslag genomen. En geloven dan maar dat er bij het concilie van Nicea niet gezegd is: van oké, okay, jullie krijgen onze geschriften. En jullie gaan ervoor zorgen dat alleen medewerkers van jullie organisatie daar stukjes uit mogen voorlezen. En wij tekenen bij deze een contract waarin wij afzien van het zelfstandig lezen van onze eigen geschriften. Je kan je toch wel voorstellen dat dat niet overeengekomen is bij het Concilie van Nicea. Waarbij ze, dat heeft de Rooms wat later de Rooms-Katholieke Kerk zou worden... die hebben al die mensen, al die geloofsleiders uitgenodigd... van kom nou eens bij elkaar en we gaan er één grote mooie club van maken. Daar zijn die mensen ingetrapt. En iedereen is gekomen naar Nicea... En iedereen heeft zo zijn geschriften meegenomen. En toen is daar een inventarisatie van gemaakt. En er is, die mensen hebben er niet ervoor getekend. van dit is de laatste keer dat ik deze geschriften zal doorgeven aan een ander. Ik zie af van enig auteursrecht, dinges. Vanaf nu is de rooms-katholieke kerk. de licentiehouder van de geschriften. Bij deze doen wij afstand van alle auteursrechten. Natuurlijk niet. Maar dat is wel zo geïnterpreteerd door de katholieke kerk. Van oké, okay, nu hebben wij die geschriften... en dat mag dus niet meer zomaar gepubliceerd worden. En net zoals dat wanneer je bij Microsoft zou gaan werken bijvoorbeeld... en je gaat daar een stukje broncode waar je dan overdag aan hebt lopen sleutelen... dat ga jij vervolgens avonds via Facebook een beetje delen met je vriendjes. Jongen, dan heb je er, misschien... S'nachts heb je al een advocaat... Uh, die belt met het politiebureau en voordat jij naar je werk kan, wordt er aangebeld en een busje en er staan van die qua Amerikanen. Ja, want je mag niet zomaar uh, copyright het materiaal van Microsoft of Facebook pleuren. Nou, maar zo dacht de Rooms-Katholieke Kerk ook over de inhoud van de Bijbel. En de mensen die dat toch deden, die belanden op brandstapels. Dat ik het weet. De mensen die gepoogd hebben om die Bijbel te vertalen... die dus de vertalingen maakten en die distribueerden. Mensen die dat met de dood hebben moeten bekomen, bekopen... dat waren onder andere Tyndale en Wycliffe en Hus. Maarten Luther is er nog mooi mee weggekomen. Maar Maarten Luther liep ook gevaar. Dus als je het hebt over de samenswering... Dan kan je niets anders doen dan de Bijbel hierin te betrekken. Dat hoor je nu van mij. En die samenswering waar ik het over heb, de gunpowderplot, dat was om Koning Jacobus met zijn familie en het hele Britse parlement op te blazen. Dat was niet Guy Fawkes in zijn eentje. Nee, man. Kijk, het Mieter in Engeland begon met die koning uh, Hendrik de VIII. Ah, pin me er niet op vast. Als je het allemaal precies wil weten, moet je een Jurk Liesman vragen. Die, die dreunt het allemaal uit zijn hoofd op. Maar er was een koning en dat was het begin van de 16e eeuw. En hij maar neuken en neuken en neuken met zijn eigen vrouw netjes binnen natuurlijk. En die vrouw die werd maar niet zwanger. En die koning die kreeg daar echt een hele slappe zak van. En die wilde een andere vrouw, want hij wilde per se de troonopvolging uit zijn eigen dna dinges. Dus Die koning was ook niet helemaal fris, maar ja, dat is zeker zo. Dus hij wilde een andere vrouw om een troonopvolging te kunnen hebben, om kinderen te kunnen hebben. En dat mocht niet van de paus. Ja, dan kan ik ergens wel met die paus meegaan. Dat ik zeg ja, sukkel, zo zijn we niet getrouwd. Hè? Het is niet zo dat als je vrouw geen kinderen kan krijgen, dat je dan kan zeggen: mag ik het niet nieuwe? Nee, kan je vrouw geen kinderen krijgen? Dat is de wil van God. Nou, pech voor jou. Dat is natuurlijk heel vervelend voor je, maar dat is geen reden om te gaan scheiden. Dus de paus zei: nee, dat mag niet. En toen werd die koning van Engeland hartstikke ja, boos. En die zei: nou, dan doe ik helemaal niet meer mee met jullie. Dan ben ik vanaf nu nog steeds het hoofd van de Engelse kerk, maar dat is dan alleen maar de kerk van Engeland. Ja, nou en doeg. Ik zit hier lekker op een eiland en jullie van het vastelandje bekiek het maar. Dat was de houding van die koning Henry de Huppeltje Pupster. En het Vaticaan vond dat helemaal niet leuk. En die hebben daar wat aan proberen te doen. Dus in de tijd dat. Dat was nog niet de tijd van King James, maar de tijd van Elizabeth I. Koningin Elizabeth van Engeland. Toen had je de Babington plot. Die gaat er nog aan vooraf aan de Gunpowder plot. Dus de Babington het Babington. Babington complot. En dat is een verzameling. Van complotten. Dus een naam voor een verzameling van complotten. Die allemaal stuk voor stuk mislukt zijn. En die complotten hadden dan, die zijn dan onder één naam vervat. Omdat ze één doel hadden, namelijk het vermoorden van koningin Elisabeth. Want koningin Elisabeth die was zo protestant als me kon. De koningin Elisabeth deed helemaal niet mee met de katholieke kerk. En trouwens die andere koningin, um, bloedige Marie, Maria... Bloedige Maria. Die kennen wij nu nog met dat drankje. Dus het uh, is best lekker. Dus uh, tomatensap met een kwak wodka erin. En even voor de doorgewinterde zuipert. Het maakt geen donder uit hoor, die wodka. Dat kan je net zo goed met een jenever doen ook. Dat is best lekker. Gewoon een lekker glas tomatensap. Ja, ik weet waar ik het over heb, man. Je hebt veel gesopen, man. Tomatensap. Ik zou er zelf. Uh, een lekker zo'n. Je hebt van die. Ik weet het ook alweer? Van die kleine flesjes. Met van vanille chilimeuk. Tabasco. Oh, zo lekker, man. En dan zou ik uitgaan van gekruid tomatensap. Want die kan je dus gekruid en wel kopen. Bij de Apiedegein. En dan zo'n flesje tabasco erbij. En dan doe je lekker een liter jenever. En dan een mooie vrouw. Het dus maakt niet gek veel uit. Hoor. Brunette of blondine of zo. En een paar stomme filmpjes op YouTube. heb je echt de avond van je leven, man. En je krijgt je vitamine ook binnen. En dat heet een Bloody Mary. Maar dat kan je gewoon doen met de jenever uit. Uh... Ja, maar wat kost de jenever hier in de omgeving? Als je naar Duitsland reist, dus is het 5 euro voor een liter. Ja, 5 euro voor een liter jenever. Moet je even naar Duitsland. Hè. Hmm. Geen jenever natuurlijk, maar alcohol met 60% water. Anyway, Bloody Mary, zo heet dat drankje. En dat is die katholieke koningin. En koningin Elisabeth heeft die katholieke koningin... Uh, uh, tot de dood veroordeeld. En die is ook terechtgesteld. En dan is met het met de badmintonplot... hebben ze geprobeerd om koningin Elisabeth dan... nou, volstrekt illegaal natuurlijk, even te vermoorden... En wie zat erachter? Ja, de katholieke kerk zat erachter. Achter de Babingtonplot plot En achter de Gunpowder-plot ook. De hele verhalen over. Dat is allemaal al, al lang uitgezocht. Het was ook zo bij het herdenken van de Gunpowder-plot. Dat heet de Guy Fawkes Day. Dus dan wordt dus Guy Fawkes herdacht. De man die het gepleegd heeft, die het wilde plegen, hij is gesnapt. Die, die samenswering die is uh, verlinkt. Iemand heeft uh, het boeltje verklapt. Dus vandaar dat ze dus Guy Fawkes konden snappen in die kelder met al die vaten biskraai. Want anders hadden ze het nooit geweten en was de boel opgeblazen. Nou, dat werd, uh, dat werd een feest daarna. Dus ieder jaar op uh, 5 november. Remember, remember the 5th of November. Dat is een of ander gedicht ook. En bij dat feest dan gingen mensen lopen met zo'n Guy Fawkes masker op hun hoofd. En dat masker dat kom je nu nog tegen bij de club Anonymous. Die lopen dus met zo'n Guy Fawkes masker. Dus dat maakt ook gelijk die Anonymous jongens uitermate verdacht. Want waarom ga jij als organisatie het symbool dragen van die man die geprobeerd heeft om het Britse parlement en de koning. en natuurlijk iedereen die daar ambtshalve, beroepshalve ook aanwezig is. Kai Fox dat was een, dat is een moordenaar. En dan niet eentje in de categorie van Mark Dutroux of zo. Nee, uh, honderden mensen. Je gaat er ook niet met een masker van Mark Dutroux in de rond te lopen. Nou, waarom dan wel met Guy Fawkes? Hè? Maar goed, dat moeten die mensen van Anonymous zelf maar weten. Die hebben niet veel historisch besef. Dat, dat in elk geval. Hè? En het. Ze, ze droegen dan die maskers of... Uh, nee, misschien dat ze dat... Nou, ik weet niet precies wat ze met die maskers doen. En wat ze deden, ze hadden een, een pop. En die pop hadden ze dan aangekleed alsof het de paus was. Een effigy heet het op zijn Engels. En dat ding werd in de fik gestoken. Jojo. Dus dan werd een pop van de paus werd verbrand. Dus symbolisch werd de paus in de fik gestoken. En Guy Fawkes Day mocht op een bepaald moment in Amerika, waar het een groot feest was en iedereen deed mee, dan mocht het nog wel gevierd worden. Maar het in de fik steken van die pauselijke pop, dat mocht niet meer. Nou, dan weet je al gelijk uh, dat het dus waar is. Dat de paus erachter zat. Dat was een samenswering van de paus. En de paus staat ook achter de Babington-plot. Dat weten we ook. En de paus staat over meer uh, punten erachter. In Amerika, daar is in 1865 is de toenmalige president vermoord. En. Degene die dat gedaan heeft, die staat dan netjes op Wikipedia. Met naam en toenaam. Maar iedereen erachter. Die staat niet op Wikipedia. Dat is de samenswering. Dus het is niet alleen een samenswering geweest om de Babington-plot uh, te doen als dat gedaan is en um, aanslag op King James te doen um, op de koning Jacobus te doen zoals hij gedaan is, dat zijn natuurlijk samensweringen. En de samenswering om Abraham Lincoln te vermoorden was een samenswering. Maar vervolgens komen er ook samensweringen om ervoor te zorgen dat de Wikipedia de samensweringen die er destijds aan vooraf gingen aan die moordpartijen, pogingen tot moordpartijen. Om de samensweringen daarachter. onder het kleed te schuiven. Dus als je naar Wikipedia gaat. en je, je vraagt de chemische structuur op van water. Ja, dan staat er dat het H2O is en ga er maar vanuit dat dat klopt. Maar als je naar Wikipedia gaat. en je vraagt op wie zat er achter de Babington-plot. of achter de Gunpowder-plot. dan staat daar niet. nou, het was weer eens een trucje van de katholieke kerk. Tuurlijk niet. Dit is de samenswering. En dat, dan kan je zeggen, ja maar Peri, maar de katholieke kerken die zijn toch allemaal helemaal leeg? Er is toch eh, niks meer aan de hand? Het is toch voorbij? Het is helemaal niet voorbij! En was het maar zo. Ja, dat is helemaal niet. Ja, je hebt gelijk, de kerken zijn leeg, maar dat heeft die mensen nog nooit het donder geïnteresseerd. Wat de katholieken belangrijk vinden, wat die organisatie belangrijk vindt, is dat de mensen geen kennis nemen van de inhoud van die geschriften die ze in 325 in beslag genomen dachten te hebben. En waar ze ongelooflijk van gingen balen toen die geschriften alsnog publiekelijk werden. Daar gaat het om. Want de. Die geschriften die in 325 in beslag genomen zijn. Hè, en dat waren de mensen die die geschriften hebben aangeleverd, helemaal zich niet van bewust. Zij dachten dat ze doneerden voor het betere, grotere heil. Hadden zij in de, hoe hadden zij moeten weten dat, dat na verloop van tijd. Want het is natuurlijk niet onmiddellijk is het in bezit hebben van die geschriften vanaf het moment dat dus in, in Nicea werden dus kopietjes van die geschriften aan de men, aan bazen van het concilie van Nicea gegeven waar ze de katholieke kerk uit gedestilleerd hebben. Op dat moment mocht ja, waren die geschriften die circuleerden in Israël, wat we nu Israël noemen en in Europa en dan met name dan in het zuidelijke gebied en in het noorden van Afrika. Ja, en op dat moment was er niks aan de hand dachten die mensen maar achter de schermen van de samenswering werd er al gezegd van oké okay, en we maken even een planning maar moeten we denken in generaties en dan over zoveel generaties uh, is het zo lang geleden dat die geschriften er circuleerden dat iedereen het vergeten is dat die geschriften ooit circuleerden en kunnen wij gaan zeggen uh, dit is het wat er is en dat is van ons. Want iedereen zal vergeten zijn, vergeten zijn dat het nooit of dat het ooit niet van ons was. Iedereen zal vergeten zijn dat, dat die geschriften die waar wij het volk daarmee om de oren gaan lopen kletsen, dat dat geschriften zijn die onder het volk zelf circuleerden. Dus het volk zelf had die geschriften gemaakt. Die in beslag genomen. En toen heeft de kerk gezegd: oh, Nu gaan we jullie vertellen wat jullie moeten doen. volgens je eigen boek en je eigen geschriften. En nee, je mag niet de oorspronkelijke tekst lezen, want die is van ons. Copyright, de kerk. Dat was de hele truc. En het ging helemaal niet om het doorgeven van het geloof. Het ging erom om de boel te domineren. Die, die katholieke kerk die is nog nooit een dag van zijn leven bezig geweest met het christendom. Die is alleen maar bezig geweest met poen. En tegenwoordig met het seks hebben met kleine kinderen. Maar dat is waarschijnlijk toen ook al. Je moet goed in de gaten houden dat die katholieke kerk wat erachter zit. Dat, jongen, ik, ik denk dat jij over. Ik denk echt dat je gaat overgeven als jij de video's zou zien met wat die mensen zo al hebben uitgevroten. Op het kanaal van Jurk Liesman, daar staan een video. Ik zou zo gauw niet weten hoe die heet, maar even een reactie naar Jurk en je krijgt gelijk een reactie van hem terug. Dat is een samenvatting van wat de katholieke kerk heeft uitgespookt in 1943 ongeveer in Kroatië. Met de Oestasja. Oestasja, dat betekent. Ik spreek het niet goed uit hoor, maar. Uh, Oestasja, zeg je op zijn Nederlands. Oestasja. Ustasja. Dat uh, uh, betekent sta op. De sta op beweging. Wat die hebben uitgespookt. En de sta op beweging was van de katholieke kerk. Uh, die video, dat kan ik jou vertellen, die kan jij niet tot het einde uitkijken. Dat lukt je niet. Ik heb ook tegen Jurk gezegd, eerlijk gezegd, nou Jurk, hartstikke tof dat ik het gevonden heb en dat je dat me gedeeld hebt. Dat staat op zijn kanaal. Ik, zeg, ik ben naar nou begonnen te kijken, maar ik beroep mij op het feit dat ik al op de hoogte was van de totaliteit van het schandaal. En ik vraag je vergeving voor het feit dat ik niet in staat ben om die hele video af te kijken, want ik, ik word er kotsmisselijk van. En dan niet een overdrachtelijke zin. Nee, ik word er echt misselijk van. Het slaat op mijn maag. Het is te erg. Je moet dus weten wat erachter zit. En wat de katholieke kerk heeft, is dus maar één doel. En dat is het in handen krijgen van een wereldregering of het opzetten van een wereldregering waar iedere burger van deze wereld belasting aan moet betalen. Dus ze willen één op één belasting van iedereen. De Europese Unie bijvoorbeeld die wordt betaald vanuit de fok. Ja, je gaat er bijna van schelden. Die wordt betaald vanuit de BTW. Dus een of andere oetlul of tutola. Want de Nederlandse overheid die heeft een handtekening gezet onder het feit dat Europa die krijgt een percentage van de BTW opbrengsten. Zijn ze helemaal van de ratten besnuffeld. Hoezo? Hoezo heeft de EU recht op een percentage van de BTW? Het lijkt mij dat er afgesproken had moeten zijn met de EU dat zij een vergoeding krijgen voor de door hun geleverde diensten in de mate dat die diensten ons bevallen. De EU mag duidelijk maken, nou, dit en dat en dat hebben wij het afgelopen jaar gedaan, het komende jaar gaan we dat en dat en dat doen en daar hebben we zoveel geld voor nodig en dan kunnen ze die poen krijgen. Nee, dat is de afspraak niet. Ze hebben een afspraak gemaakt dat ze een stuk van de BTW krijgen. Dus dat betekent dat als jij in de winkel een product koopt, dan gaat er automatisch een deel van wat jij aan die kassière geeft, gaat er regelrecht naar de EU. En de EU die beweert dus dat, hun ambtenaren, dat, ze drie, dat een ambtenaar voor de EU 345.000 euro per jaar kost. Nou, ik weet niet in welk sprookjesland jij in de regel in de ronde loopt, maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat ze het doen alsof een ambtenaar 345.000 euro per jaar kost. En dat ze gewoon 200.000 euro per ambtenaar in hun eigen zak steken. En in welke zak is dat? Nou, dat is in de kontzak van de paus natuurlijk. Kijk, zo zit de samenswering in elkaar. De samenswering is zo ontzettend groot dat jij hem niet kan overzien. Of je wil het niet geloven. De, ik zei het ook een keer. Het was in het kader van wat anders. Er ging dan over de BTW-wetgeving, toevallig dan hetzelfde. Maar dan niet zozeer voor de consumenten, maar voor bedrijven. Want bedrijven zijn toch vrijgesteld van BTW? hè? dacht jij? Nee, is helemaal niet zo. En ik zei dus tegen die man, een vriend van mij... en die is ook zelfstandig ondernemer geweest, net als ik... en die zei, ja... Maar als jij gelijk hebt, dan beweer jij dus dat die hele BTW-wetgeving voor bedrijven. dat die alleen maar tot doel heeft om de boel te kunnen frauderen. Ja, zei ik. Dat is, heb je goed begrepen. De BTW-wetgeving voor bedrijven is er. omdat er. dat is een samenswering dus. omdat er. er zitten mensen achter de schermen. en die trekken per jaar uit de Nederlandse de kas. uit Nederlandse overheidsgelden. per jaar. ik kan het even opzoeken. Dat is ook bekend, hoor. De, de, de theorie achter de samenswering is... het gaat allemaal over geld en macht. BTW, Fraude, Nederland, 2018. Ik zei niets. Het is het allemaal internationale BTW? Ik wil het bedrag weten. Ja, btw-fraude in Nederland, bedrag. Oh, 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 btw-fraude, kom op. Bedrag, btw-fraude, nou, beter, btw-fraude, historisch. Kijken wat hier kan vinden. Ik heb het toch gezien hoor. Het gaat om een behoorlijk bedrag wat er jaarlijks. Oké. Okay. In de EU is het 50 miljard euro per jaar. Alsjeblieft. 50 miljard per jaar. En die criminaliteit die wordt in leven gehouden, die wordt mogelijk gemaakt door de wetgeving. Want die btw voor bedrijven, uh, dat kan je net zo goed afschaffen. Hè? Want de bedoeling daarvan is dat bedrijf A die betaalt 100 euro aan de overheid. En de overheid betaalt 100 euro aan bedrijf B. En de fraude is dan dat de, het is in die constructie mogelijk is dat de overheid eerst die 100 euro alvast betaalt aan bedrijf B. Er vanuitgaande dat bedrijf A die 100 euro wel weer aan de overheid zal gaan betalen. Maar dat doet bedrijf A dan niet omdat bedrijf A failliet gaat. Snap je? En als dan iemand eigenaar is van zowel bedrijf A als bedrijf B, die kan die truc net zo lang uitvreten als dat hij zelf wil. Dat is gewoon een motor, een molen voor gratis spoen. En waar gaat die geld naartoe? Ja, naar de paus, natuurlijk. En niet iedereen die dat doet werkt voor de paus. Want er zijn ook mensen die denken: ja, wat de paus kan, dat kan ik zelf ook. Maar dan nog. Dit is wat, deze wetgeving wordt in stand gehouden, zodat die fraudeurs. Gratis geld hebben. En rekenmaten, die fraudeurs, die mogen dat geld niet allemaal voor zichzelf houden. Die moeten dan een deel van hun omzet. <laughs> die ze verdienen met die fraude. een deel van de winst over die fraudeleuze handelingen. die moeten ze afdragen. Aan de club die er vervolgens voor zal zorgen. dat de BTW-wetgeving. dat die niet zal veranderen. want er stopt de hele inkomstenbron. Dit is bijvoorbeeld een samensfering. En die vriend van mij die zei. ja, maar dat kan ik niet geloven. Dus zo iemand moet op, uh, ja, die, die moet, hoe noem je dat ook alweer, dat die gedeprogrammeerd wordt. Er zijn mensen onder ons, getuigen die vriend van mij, en die zijn er nog steeds van overtuigd dat mensen één wezen goed zijn. En dat zijn ze niet: mensen zijn in en één slecht. En des te hoger op je gaat kijken in de samenleving bij de belangrijke baantjes, des te slechter de mensen worden. Dat is de theorie achter de samenzweringen. Sabi. En nu is het dus doordat ze die BTW-wetgeving voor uh, die hebben ze aangepast binnen Europa. Want vroeger was het zo dat je als bedrijf wanneer je leverde aan een land buiten Nederland, dan hoefde er helemaal geen BTW op de nota te komen staan, want het was aan het buitenland en je leverde niet aan de consument. Maar aan een onderneming. En een onderneming. Ja, als onderneming A. een factuur stuurt aan onderneming B. En dan hoeft er geen BTW op. Zo is zoals het ooit wel mee begonnen. Maar dat was killing voor de economie. En dat kan niet. Want als een bedrijf. Ik weet niet of ik dat nu kan uitleggen. Maar het is terecht dat de ene onderneming. Dat, ja, ik zou zeggen, Het gaat over de toegevoegde waarde. En de toegevoegde waarde die bereken je, die belast je dan als de consument het koopt. En als je ook over alle tussenstappen. Een, een, een grondstof is niet gelijk een product voor een consument. Je kan het zijn dat dat in twee fasen gaat, of in drie fasen, of in tien fasen. En stel het gaat in, in twee fasen. Ja, als je dan twee fasen BTW gaat berekenen. Ja. Dan heb je dus zit je heel veel Btw te berekenen dan ga je iedere fase belasten. Maar stel je hebt een vrij complex product en dat wordt in 100 fasen gemaakt en dan ga je 100 keer btw rekenen. Ja ha 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 ha. ha. Dan, dan dan zit je uiteindelijk dus de betaalt de consument dan als er al 100 keer btw geheven is over alle, alle fabrikaten. Dan betaal je als consument een prijs die is tien keer zo hoog. Dan nodig Dus vandaar dat over de, als er de waarde wordt toegevoegd van een grondstof naar een halffabrikaat, over die stap wordt geen btw geheven. Maar het bedrijf moet dan wel die btw op die nota zetten. Dat slaat dus nergens op. Maar dan krijgt het bedrijf uiteindelijk dan uh, ja, de, ja, goed, degene die levert, die moet de btw erop zetten. En die moet die btw ontvangen van zijn klant. De klant mag die btw weer terugvorderen van de overheid en het bedrijf wat levert moet die btw weer geven aan de overheid. Dus het vandaar dus dat de overheid, die, die krijgt dus btw van bedrijf A, geeft die btw aan bedrijf B. En het kan zo zijn dat eerst wordt de btw alvast betaald aan B en klant A komt nooit met die btw. Dat is de hele manier. Nou, dat kon nooit binnen Europa. Want als een Nederlands bedrijf leverde aan een Duits bedrijf, dan ging die hele truc niet op. Want van Nederland naar Duitsland toe, dan zat de hele btw toestand niet op. En sinds 1996 met die nieuwe vernieuwde richtlijn moet dat ten ene wel. En dat levert dus binnen. Dat heeft gelijk de, de deur opengezet voor een inkomstenbron van 50 miljard euro. En dat is een leuk bedrag, joh. Dat is 5000 miljoen euro per jaar. Ja, het is, als je uitgaat van 10 maanden, is dat 500 miljoen euro per maand. En als je dan uitgaat van 50 uh, dagen in de maand, <laughs> huh? dan heb je het over 10 miljoen euro per dag. Jongen, dat is hoeveel hoeveelheid geld uh, die krijgt de, de NASA nog niet eens. Per, nee, de, de, de NASA krijgt uh, 60 miljoen uh, per dag. <laughs> dat is ook een fraude. <laughs> maar dus zo wordt het gedaan. Dat is truc. De theorie van de, van de samenswering is dus dat het er, een, er is een club, dat zijn regelrechte criminelen. Ze hebben seks met kleine kinderen, ze begaan de meest verschrikkelijke misdrijven en ze doen zich voor alsof ze het beste zijn sinds het gesneden brood. En de katholieke kerk, die gebruikt het begrip van het geloof om iedereen te verenigen... En om mensen ervan af te houden dat ze kennis nemen van die geschriften die in 325 bij het Concilie van Nicea in beslag genomen zijn. En dan maakt het niet uit op welke manier die mensen die teksten dan niet lezen. Het zij omdat ze katholiek zijn en dan mogen ze het niet. Het zij omdat ze atheïst zijn en dan willen ze het niet. Dat vindt de, de katholieke kerk helemaal niet erg. Als je maar geen kennis neemt van die geschriften. Want in die geschriften. Daarin staat van de samenzwering. Efeze 6. Wij voeren geen strijd tegen vlees en bloed. Wij voeren een strijd tegen overheden. Ja, het is niet de bedoeling dat Jan met de pet en Piem en Miem met de plu dat, hij dat gaat lopen begrijpen. Dat de apostel Paulus dat hij het eens had over iets wat heden ten dagen nog steeds zo is. Dan krijg je historisch besef. Dus wat moet je doen om uit te komen in een geordende strijd tegen die samensweerders? Ja, dan is je Bijbel te lezen en te begrijpen. Dan gaan ze zo de meter dan het boek kopen waar ze om te doen is. Als je toch weet dat de Nederlandse Vereniging van Kinderverkrachters, dat die absoluut niet wil dat jij die geschriften leest. Dan ga je toch precies doen wat de Nederlandse Vereniging van Kinderverkrachters niet wil dat jij doet. Je doet toch precies het tegenovergestelde van wat je vijand niet wil dat je doet. En je vijand vindt alles goed wat je doet. Homo-huwelijken, meegaan met kinderverkrachters. Eh? Dat vinden ze allemaal best. Het enige wat ze niet willen is dat jij de Bijbel begrijpt. En dan hoef je van mij helemaal niet gelovig te zijn. Want als jij gelovig wil worden dan moet je Immanuel Kant lezen met de kritiek de reine vernoemd. Dan ben je in één klap gelovig. Maar dan op logische grond. En waarschijnlijk heb je dan niet zoveel hoofdhaar meer, omdat het je nog wat haren op je hoofd heeft gekost om al dat Duits te begrijpen. Maar kijk, ieder zijn keus. De ene die leest Genesis 1, vers 1 en die denkt: Krijg natieten. Ja, maar natuurlijk. Birishit bara Elohim. Hashemayim. Vaet ha'arats. Ja, maar Hebreeuws, dat is nog steeds niet je dat. Maar... Ik kan wel zeggen: ik wil brood bij de bakker. Maar in het begin schiep God hemel en aarde. Huh? Kijk, de ene die, die leest dat en die denkt: oké, okay, goed uitgangspunt. En nou de rest. Huh? Dat is net als in een goed restaurant. Je, je krijgt een heerlijke kippensoep. denk: oh, maar dat is een lekkere soepie. <tacht> nou, hier is een lekker soepie. Ik heb tegen de overzicht, nou, dat was lekker soepie. Nou, ik ben benieuwd wat er is voor het. Ja? Nou, de een heeft dat bij Genesis 1, vers 1 al. En de andere die moet eerst de kritiek, de reine vernunft door. Het is maar wat je leuk vindt. En ik zal je vertellen: je komt in beide gevallen op hetzelfde uit. Dus, uh... En de Bijbel moet je toch lezen. Dus ik zou daar maar mee beginnen. Koop er eentje. Maak de Paus Zagereinig en koop een Bijbel. En dan vooral een King James natuurlijk. De Bijbel waar ze toen het ding dus. Want in 1605. waren ze al bezig om dus die King James te maken. Want die is pas in 1611 af en gepubliceerd. En er is in totaal zeven jaar aan gewerkt door een team van ongeveer vijftig mensen. Dit is wel een boekje hoor. Dit is niet even zo'n uh, zo romannetje van uh, J.K. Rowling of zo. Wat je even in elkaar vloogt. Van Harry Potter en de, de Geheime Tovenaar of zo. Oh, ik heb nog weer een nieuwe. Ja, een stoel. En als je erin gaat zitten, dan ga je precies zeggen wat die stoel vindt. Het is een gedachte overbrengende stoel. Oh, nou, die ga ik ook in mijn boek doen. Kijk, dat is belachelijk. Dat is J.K. Rowling. Harry Potter en de vliegende muis. Dat is een kinderboeken. De Bijbel is voor volwassenen. Hij heeft 50 man, 7 jaar lang aan lopen vertalen. Dat is een, ja, een monnikenklus geweest. Ja, een beetje verkeerde gezegdwijze, maar het waren geen monniken namelijk die het gedaan hebben. Hmm. En dus, wanneer moet dat begonnen zijn? Nou ja, 11 min 7, dat is dan 1604, maar... In 1611 is die gepubliceerd en het heeft natuurlijk ook nog een tijd gekost om dat allemaal te drukken. Dus ik denk dat ze er in 1603 mee begonnen zijn. En de paus, die kreeg dat in de gaten en die heeft het toen gezegd van... Wat blaast die hele zot op, want straks heeft iedereen... Weer inzagen in de teksten waarvan ik hartstochtelijk geprobeerd heb. om ze in beslag te nemen. en dat het goede volk. ze dat niet meer onder ogen zou komen. En mijn hele feestje gaat nu eventjes. Uh, huh? veranderen in regenbuien regenbui. En daar heb ik geen zin in. Zo zat hij in elkaar. En dan met Abraham Lincoln. Uh, die is dan vermoord door Guy Fawkes. En Guy Fawkes is doodgeschoten vlak nadat hij het gedaan had. En in Amerika mag men tot op de dag van vandaag gewoon met wapens lopen. Ik zou ook niet weten waarom dat in Nederland niet mag. Maar stel ik je poesjes die er zijn. En... Toen zijn ze de boel uit gaan zoeken en toen bleek daar een samenswering achter te zitten en dat de paus erachter zat. Ja, daar hebben ze die andere samenswerers, die hebben ze opgehangen en dat geldt toch wel als de meest ja, zware vorm van doodstraf. Dat is heel vernederend natuurlijk, ja. en één iemand is ontsnapt. En die heeft asiel aangevraagd bij de paus en de paus heeft hem asiel verleend. En in die dagen heeft Amerika de politieke betrekkingen met Vaticaanstad verbroken in de hoop dat het dan wel afgelopen zou zijn. Maar niets is minder waar. Je verbreekt niet zomaar de politieke betrekkingen met de paus. Want het is de allergrootste misdadiger die de duivel ooit heeft gekweekt. Nou, ja, dus de theorie achter de samenswering. Wikipedia, daar wordt uh, de paus netjes uh, buiten beeld gehouden. Onze kinderen op school die krijgen over Adolf Hitler niet te horen dat Adolf Hitler katholiek was. en dat hij onder controle stond van Frans van Paapst. En dat Frans van Paapst, uh, ja, die stond onder controle van Piers XII. En die deed precies doorgeven aan Adolf Hitler. wat Piers XII wilde. En Adolf Hitler deed precies wat Piers XII wilde. Dat hele gedoe met antisemitisme komt van de paus. En iedereen uitmaken voor antisemiet, te pas en te onpas, komt ook van de paus. De paus is zelf de grootste antisemiet die er is. Maar iedereen wordt beschuldigd van antisemitisme. En waarom is de paus antisemitisch? Nou, omdat die Joodse mensen, die lezen de oorspronkelijke geschriften. En ik heb net verteld, die hele wereldorde jongens, die willen niet dat wij kennis hebben van die oorspronkelijke geschriften. Daar gaat het om. En ze houden ons bezig met CO2-idioterie. Nee, je moet allemaal bang worden voor koolstofdioxide. Waarom dat nou weer? Straks moeten we bang worden voor zandkorrels. Ja, weet je wel dat er al zand voor zand wordt? Hè? Dat uh, op één vierkante meter. Dat er liggen meer zandkorrels. dan de hele wereldbevolking bij elkaar. Hè? Ja, en dan loop je er overheen en. Uh, ja, dat, uh, dat is dan wel zo, snap je? Maar dat doet de pauze ook nog, hoor. Dat je dat weet van de samenswering. Ja, ja, Nou, ik hoop jullie weer wat wijzer gemaakt te gemaakt te hebben, en dat jullie de eerste volgende keer dat je op zo'n saaie verjaardag bent, uh, dat je even met een leuk puntje komt. Huh? Van uh, wie gaat uh, welke Amerikaanse president gaat er nu weer vermoord worden? Dat je dat een keer zegt, hè? Donald Trump werkt voor de paus. Dus als er iemand begint over pro- of anti-Trump, dan maak geen donder uit. Trump is van de paus. Hillary Clinton is van de paus. Dus we maken het uit. Ja, daar kan je een leuk indruk mee maken op een volgende verjaarspartijtje. En jij moet gewoon zeggen: Nou, ik hou niet van kleuterneukers. En ik hou ook niet van mensen die doen alsof kleuterneukerijen niet bestaat. Ja, gewoon, dan heb je een hele saaie verjaardag. En dan plotseling is het reuze pikant geworden. <laughs> uh, tegen jullie verjaardagsgangers zeg ik dan op zijn hamburgers. Tjus. En dag lieverds.